Ik keek door het raam naar buiten. En tot mijn verbazing zag ik dat het gesneeuwd had, dacht ik. Want de wereld die ik zag was wit. Alleen achteraf begrepen wij dat dat schuim was. 'S Nachts om een uur of vier, toen stapte pa ineens uit bed en dus we werden wakker. En toen zei hij, er loopt iemand te roepen in de straat. Pieleen, wat je verzuipt, het is aan mijn water. Toen kwam pa weer binnen. Hij zei, aankleden, want we kunnen hier misschien ook wel wat water krijgen. Maar ja, dat hebben we dus geweten. Alle seinen staan op rood, donkerrood. Geloven dat het echt mis kan gaan, men wil het niet, men kan het niet. Aarzeling, ongeloof, besluiteloosheid, die voeren allemaal de boventoon in de eerste uren van deze nacht. Nou, maar even later, nou ja, dan vloog de voordeur er al uit. Dat duurt nog wat zo lang, die zon druk staat op. We hielden onze handen vast. En zo hebben we eigenlijk een tijd gewacht op de klap die komen zou. Ik was als jongetje van bijna 7 niet met de dood bezig. Het leven moest nog beginnen. En toen gingen we allemaal kopje onder. En ik zakte naar beneden en met hout en troep. En er viel iets zwaars op me. Toen dacht ik, nu ga ik naar Jezus. Wat ik meemaakte met die ramp, voel ik nu weer gewoon in het hele lichaam. Omdat ik die zee daar zie, voel ik het water, voel ik de kou. En hoor ik gewoon mijn vader in mijn oor, niet benauwd wezen, niet benauwd wezen.